Er wordt gezegd dat de belangstelling voor de opruiming, zowel van de zijde van de winkeliers als van het publiek, elk jaar kleiner wordt. Maar op de eerste zaterdag van de januari uitverkoop was het in vele winkels en warenhuizen toch lekker druk. En vele winkelende huisvrouwen maakten zich lekker druk. Voor zichzelf of voor hun gezin. Het is al lang niet meer zo dat er alleen maar winkeldochters worden aangeboden. In vele gevallen gaat een speciale inkoop aan de uitverkoop vooraf. De Nederlandse vrouw wordt niet alleen steeds prijsbewuster, maar ook kwaliteitsbewuster. Zelfs als er koopjes te halen zijn, wordt er dus meer dan voorheen op kwaliteit gelet. Wie op deze uitverkoop zaterdag nog niet zijn geld in koopjes belegde, heeft er nog de hele maand de gelegenheid voor. Daarna moet hij wachten tot juli.